Hoi allemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je verwacht waarschijnlijk mijn wekelijkse vlog, maar ik ben op vakantie geweest en ik heb daarna meteen een bruiloft. En ik verwachtte niet dat ik het helemaal ging redden om alles, de vlogs op tijd. Ik wil natuurlijk wel een beetje leuke vakantievlogs laten zien. Om het allemaal op tijd in ongeveer 24 uur, inclusief wassen en alles voor de kinderen en het huis schoonmaken voor mijn ouders die bij ons gaan slapen terwijl wij de bruiloft van die vrienden hebben, zodat de kids hier kunnen blijven. Kortom, er moet een hele hoop gebeuren in zo'n 24 uur. Eigenlijk nog minder, want ja, ik moet ook nog slapen. Dus ik dacht, laten we dat niet doen. Dus ik dacht, ik ga een extra video opnemen en dan pak ik daarna gewoon de vlogs weer op en dan moet ik even kijken hoe ik het dan weer in de juiste tijd krijg, maar dat is een zorg voor later. Dus het leek me leuk een extra video te doen. En waar ik al heel lang over na heb zitten denken wat ik een keer wilde doen en wat ik ook al een paar keer heb gezegd, is een update van hoe het met Niels gaat. Want dat deed ik natuurlijk toen hij klein was en dat doe ik nu ook voor Elin af en toe, hè, van hoe het met de ontwikkeling gaat. Maar ik ben er eigenlijk met Niels, nou, toen hij ongeveer anderhalf was, mee gestopt. Hij is nu bijna vier, dus het leek me leuk om weer een keer een update te doen. Gewoon om te vertellen hoe het gaat, wat hij leuk vindt om te doen. Ja, misschien heb je er wat aan. Leuke tips, ik weet het niet. Niels is nu ruim 3,5. Dat betekent dat hij over minder dan een half jaar al naar school gaat. Dat vind ik echt een heel bijzonder iets. Ik kan me er nog helemaal niks bij voorstellen dat hij dan gewoon naar school gaat. En dat hij dan de hele dag in de klas zit. En nou ja, goed. Voor nu is dat nog niet het geval. Hij wil wel heel graag. Hij is echt al, nou, ik denk zeker al een half jaar, heeft hij het over school. Dat komt ook omdat zijn drie beste vriendjes van het kinderdagverblijf, die zijn al naar school. Dus ja, voor hem is dat een soort van, oké, en ik dan. Zijn beste vriendinnetje zit gelukkig nog wel bij het kinderdagverblijf. Dus dat is heel fijn. Maar zij gaat ook eerder dan hij naar school. Want zij gaat in september en hij in november. Dus dan zal hij nog eventjes, lonesome cowboy zijn. Maar ja, ik denk dat hij dat ook wel echt lastig gaat vinden. Toen we voor de, volgens mij was het 3 jaar controle, bij het consultatiebureau waren, gaven ze ook aan dat hij vrij ver is voor zijn leeftijd. Dus dat ze ook wel kon voorstellen dat hij, nou ja, een beetje uitdaging zocht. Toen zei ik, ja, ik zit daar heel erg mee te worstelen, want enerzijds wil je het hem geven en anderzijds wil je ook niet dat hij zich straks op school gaat vervelen. Dus hoe kan je dat dan het beste doen? Ze zei, ja, weet je, doe maar gewoon mee met wat hij aangeeft. Dus dan hebben we bijvoorbeeld zo'n boekje gekocht. Dat is volgens mij voor 4 en 5 jaar. Of 3, 4, 5 jaar, weet ik niet. Waarin je opdrachtjes kan doen. En dat vindt hij heel leuk. Dus dan staat er bijvoorbeeld, verbind het babydiertje en het mamadiertje met elkaar. En dan moet je daar een lijntje tussen zetten. Of hoeveel cadeautjes liggen er onder de boom. Of kleur alle dieren met stippen weet ik veel. Nou, van al dat soort dingen ook. Ook wel, ik probeer nu een opdracht te verzinnen waarvan ik dacht, nou, verbaas me dat je dat wist. Wat ik een hele interessante vond, dat vond ik echt heel grappig. Je moest een cirkel doen om alle, ik weet niet wat, om alle poezen. Ik noem maar wat. En ik zou alle poezen los van elkaar hebben omcirkeld. Maar hij maakte een rondje, zeg maar, om al die katjes. Nou, dat vond ik dan weer zo interessant. Dus dat vind ik echt wel een tip. Ik heb dat op bol.com besteld. Als ik het kan vinden, dan zal ik het anders wel even hieronder linken. Dus dat vond ik wel iets. Hij vindt het echt leuk om te doen. Je krijgt ook steeds, mag je stickers plakken. En ja, hij vindt dat echt leuk. We doen het niet te vaak. Maar af en toe komt hij ermee aanslepen, dan gaan we het doen. Wat hij ook leuk vindt is van die elektrieke boeken, weet je wel. Dat je met zo'n pen, dat je zo piep piep hoort als het goed gaat of zoiets. Nou ja, dat vindt hij ook leuk, maar dat is op zich vrij simpel. Dus, en verder, ja, je merkt dat hij steeds vaker vraagt waarom dingen zo zijn. Of hoe dingen werken. Bijvoorbeeld over onweer wilde hij weten. Nou, we hebben een filmpje opgezocht, zeg maar, waarin in kindertaal wordt uitgelegd hoe onweer werkt. Nou, dat soort dingen. Dus nou, je merkt dat hij gewoon wel dat soort interesses heeft. Het gaat een beetje af en aan. Ik merk dat het nu weer iets rustiger is. Er zijn ook dagen geweest als we langs de school liepen dat hij zei van, maar ik wil zo graag. En nu is het wel weer even oké. Maar ik denk ook, omdat het vakantietijd is, de school is dicht. Dus ik denk dat hij nu ook niet zoveel bewegingen ziet. Dus dat denk ik, het zal wel.
Verder heeft hij heel lang met licht aangeslapen. En dan bedoel ik niet een vagelijk lampje, maar gewoon echt licht. Gewoon een, ik weet niet of je het kent, van die uillampjes van de IKEA. Gewoon met een 40 watt lamp erin, in stopcontact knopje aan. Dat, daar sliep hij mee. Het begon kleiner. Het begon met een klein lampje en dat werd steeds groter. En op een gegeven moment sliep hij dus daarmee. Dat je ook denkt, hoe laat je zover komen? Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar wij gaan binnenkort zo op vakantie en dan slapen we met z'n allen op één kamer. Heel benieuwd hoe dat gaat. Maar toen dacht ik, dan gaan we dus niet die telverlichting doen. Want op vakantie wil dus ook altijd een groot lampje aan hebben. Ik dacht, ja, dat gaan we dus niet doen. Dus we hebben een paar keer geprobeerd hem eraf te helpen. Op allerlei manieren, maar dat werkt al niet. Wat uiteindelijk als enige hielp, was een beloning er tegenover stellen. Dus we hadden op een gegeven moment afgesproken, als hij volgens mij 3 nachten zonder lampjes liep, dan mocht hij een heel klein cadeautje uitzoeken. Nou, en toen was het klaar. Hij heeft 1 nacht, zei ik, dat hij het ging doen, heeft hij hem weer aangezet. En daarna was het eigenlijk klaar. Sliep hij in het donker. Maar wat we merkten is dat hij dan soms 's nachts wakker werd of moest plassen. En dan wist hij even niet hoe en wat. Dus we hadden deze nog staan. Die wilde hij eerst niet, omdat deze gaat vanzelf ook weer uit. Maar nu vindt hij dat dus top. Dus die druk je dan aan als hij moet plassen of iets. Of hij wil even toch iets zien. En dan gaat hij daarna vanzelf weer uit. Dus deze, dit is een, ik weet niet waar die van is. Ik heb hem ooit cadeau gekregen, maar het is een piplampje. En ja, dit vinden we dus echt wel heel handig voor nu. Dus misschien dat deze ook meegaat op vakantie, maar daar ga ik nog even over nadenken. Maar dat is dus wel een tip. Sowieso ook, hij is al, nou, hoe lang is hij nou zindelijk? Nou, vanaf dat hij ongeveer 3 is. Hij is al vrij lang zindelijk. Maar ook dat hielp, zeg maar, echt dat hij elke dag een sticker mocht plakken. Of dat hij een sticker mocht plakken. Eigenlijk elke keer als hij plaste een sticker mocht plakken. Als hij zijn handen had gewassen, gewoon overal stickers voor. Dan gaat het bij hem gewoon heel snel. En aan het einde van de stickers was er dan ook een cadeautje. Dus ja, dat helpt bij hem gewoon. Maar een van de redenen is dat, dus dat de stimulans die hij nodig heeft. Of het helemaal correct is, weet ik niet. Maar het helpt hier in ieder geval heel erg. Hij is zinnelijk. Wij laten hem nog wel om 11 uur, zeg maar, als wij naar bed gaan, nog even plassen. Dat doen we dus eigenlijk al heel lang. We hebben het, wanneer zijn we ermee gestopt? 1 week of 2 geleden. Dachten we, nou weet je, we gaan er gewoon weer stoppen en dan zien we het wel. Maar toen heeft hij na 1 nacht of 2, 3 heeft hij toch een beetje in zijn bed geplast. Niet veel. Hij werd wel wakker van dat hij dacht, wacht, dit gaat niet goed. Dus alleen zijn onderbroek was nat. Verder was er niks nat. Maar dat is dan wel een soort van deuk in zijn zelfvertrouwen. Dus ik dacht, ik wil het toch nog even niet doen. Dus we zijn er toch maar even weer mee gestopt. Het is ook een kleine moeite om het te doen. Ik moet zeggen dat we het soms vergeten. En dan gaat het over het algemeen wel goed hoor. Maar ja, zoals gisteravond, als je hem erop zet, moet hij toch best wel veel plassen. Dus verder is hij dol op boeken. Gezondheid, ik zit even te filmen. Ja, Niels is bij Lies. Oh, oké. Okay. Oké. Mama komt net thuis en ik hoor net dat Niels bij zijn beste vriendinnetje is. Dus dat is helemaal leuk. Die spelen dus ook heel vaak bij elkaar. En dat is heel grappig. Bij haar spelen ze echt prinsessen en dat soort dingen. En hier spelen ze echt ninja's en ridders. Ik weet het nog niet. Maar goed, dus dat voor wat betreft belonen. Dat is wel een stimulans voor hem. Hij doet ook natuurlijk heel veel dingen zonder belonen. Ik bedoel, we gaan hem niet belonen als hij zijn kamer opruimt. Want dan kunnen we bezig blijven. Maar bij dit soort grote dingen. He, dus slapen zonder lampje, plassen op een potje. Hij plast ook op de wc nu, hij kan ook staan plassen, hij kan alles. Dan houdt hij dus heel erg van lezen, dat wilde ik net al zeggen totdat mama binnenkwam. We hebben een abonnement bij de bibliotheek. Volgens mij is het tot 4 jaar of zoiets gratis, misschien nog wel langer. En daar gaat hij dan af en toe met opa heen en dan gaan ze boekjes uitzoeken. Dat vindt hij heel leuk. Soms wil hij ook bepaalde boekjes nog houden, dus dan verlengen we die. En we doen vaak een beetje een mix van voorleesboeken, zoekboeken vindt hij fantastisch. En meestal doen we 2 boekjes voor 1 en wij mag 10 boeken. En eigenlijk halen we er ook altijd 10. Ten eerste omdat ik het makkelijk te onthouden vind, dan weet ik dat we er altijd 10 in huis hebben, dus er altijd 10 terug moeten. Maar ook omdat we echt elke avond sowieso minstens 1 boekje lezen. En we doen
overdag ook echt nog heel vaak boekjes lezen. Eentje die we zelf hebben gekocht en wat ik al een aanrader vind, is deze. Het grote voorleesboek voor rond de 4 jaar. Je hebt hem dus ook voor rond de 3 jaar, rond de 2 jaar, dat soort. En je hebt er ook nog andere versies van, maar dit vind ik echt hele leuke boeken. Niels weet ook, kent hier ook alle verhalen ongeveer uit. Hij heeft een paar favorieten. Bijvoorbeeld deze. Dit is echt met foto's gemaakt. Maar het zijn hele verschillende verhalen. En eentje over Kobus en Kwak met de teldag. Dit gaat over 2 kikkers met mieren in hun broek en een politieagent. Nou ja, zo heeft hij een paar van die favorieten. Maar goed, het zijn grote plaatjes, kleine plaatjes, lange verhalen, kortere verhalen. Ik vind die rond 3 jaar ook heel leuk. Er zit echt... Oh, dit is ook een verhaal over Spuit 11. Die ken je misschien ook wel. Nou, er zit hier van alles in. Het is echt van verschillende auteurs. En het is echt een hele leuke, een heel leuk voorleesboek. Voor op vakantie heb ik... deze is namelijk vrij groot en dik. Voor op vakantie heb ik een voorleesboek. Dat heet... Nou ja, het is van dezelfde serie, maar dan is het met, nou ja, je hebt hem met ridders en je hebt hem met ridders en zo, je hebt hem met prinsessen en zo. Je hebt ook voor de allerkleinste, maar je hebt volgens mij ook iets met pyjamaatjes of zo. Nou, dus iets in die richting, maar dan heb ik daar hebben ze niet een hardcover, daar hebben ze wel een hardcover van, maar ook een softcover. En die is gewoon een stuk lichter en kleiner, dus die heb ik voor vakantie mee. Want dan heb je gewoon heel veel verhalen in één, dat is makkelijk, want dan hoef ik niet 16 boeken mee te nemen. Dus dat. Dus boeken doen we heel vaak. Hij is ook enorm fan van filmpjes kijken. Dat vind ik... Hoort Elin. Dat vind ik wel een uitdaging. Want ja, je wil hem niet te veel achter het scherm laten. Maar het is ook... Je merkt... Ze roept me. Ik kom zo! Ja, dan komt ze juist. Oh, sorry. En er zijn ook, ik ben weer terug, er zijn ook zoveel verschillende theorieën over of het wel of niet goed is. Wat wij meestal doen is, 's ochtends als ik me aangekleden, dan mogen ze eventjes een filmpje kijken. Dat wil zeggen, Elin kijkt niet echt, want die is gewoon met andere dingen bezig, maar Niels mag dan even een filmpje kijken. En 's avonds als we eten aan de kook zijn, en that's it. Dus... ja, en dat werkt op zich prima, maar je merkt dat hij gewoon vaak filmpjes wil kijken. Dat is gewoon een beetje een dingetje. Wat hij dan zo al kijkt, dat varieert enorm. Hij is nu helemaal gek op Casper en Emma. Hij vindt Pippi Langkous nu leuk. Hij kijkt ook graag dingen als Nia Go en hoe ze Lego bouwen op YouTube. Ja, hij kijkt graag Buurman en Buurman. Nou, hij heeft een legio. Je hebt nu apennoten of zoiets heet dat. Dus met muziek en kindjes vindt hij ook leuk. Dus hij heeft een rijk gevarieerde smaak als het om filmpjes gaat. Als het maar bewegend beeld is. Wat hij al een tijdje doet, ik denk dat vanaf dat hij ongeveer 2,5 is of zo, is een soort gym voor kinderen. Je hebt ook apenkooi en dat soort dingen. Het is een beetje hetzelfde. Het is hier gewoon in de buurt. En er zitten veel kindjes ook van zijn kinderdagverblijf op. En dat vindt hij heel leuk. En wij merken ook dat hij daar door motorisch gezien echt enorme sprongen heeft gemaakt. En hij is best wel een beetje een held op sokken. Hij doet altijd heel stoer, maar ja, vindt soms dingen toch nog wel een beetje spannend. En je merkt dat echt dat die les daarbij echt helpen. Hij gaat er altijd met Sven naartoe. En nou ja, dan moest hij bijvoorbeeld laatst voor zijn diploma, moest hij dan op een zo'n kist, hoe heet ze nu ook weer? Zo'n paard heet het geloof ik, zo'n blok, waar we vroeger met Grim ook, moest hij opklimmen en dan moest hij er afspringen en dan een koprol maken. Maar hij durfde er niet af te springen. Dus dan zegt Sven ook, dan bouwen we dat op. En dat, daar helpt die leraar dan ook mee. Dus dan ging hij er eerst zeg maar met Sven in de hand. En toen, nou ja, weet je, dat dan een paar keer doen. En op een gegeven moment durfde hij dan zelf. En daarna wilde hij ook niet meer stoppen. Want dan weet hij, ik kan het. En dan gaat hij maar door. Ook met klimtoestellen. Het is nu echt een soort aapje. Het is zo grappig om te zien. Hij is daar echt, ja, hij is heel behendig daardoor geworden. Heel leuk om te zien. Hij vindt Lego heel leuk. Daar wilde ik eigenlijk nog even mee wachten. Maar hij vindt dat heel interessant. Die fijne
dingetjes aan elkaar maken en zo. Dus we hebben daar afspraken over gemaakt en daar houdt hij zich ook aan. Dat wil zeggen dat alles op de eettafel blijft, zodat Elin er niet bij kan en de kat er niet bij kan. Als hij iets laat vallen, raadt hij het meteen op. Nou, dat soort dingen merk je gewoon dat hij kan dat zeg maar aan. Dat soort verantwoordelijkheden. En ja, dan zit hij, daar kan hij eindeloos mee spelen. Rollenspelletje met al die poppetjes. Vindt hij helemaal fantastisch. Sowieso. En hij fietst al heel lang op een fiets met trappers. Hij heeft nooit zijwieltjes gehad. Hij is eigenlijk meteen van zijn loopfiets daar naartoe gegaan. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Dat is heel fijn. Hij vindt het heel leuk. Hij is gek op fietsen. Hij lijkt sprekend op mij in heel veel dingen. Ik ben ongelooflijke moedergans. En hij slaat daar een beetje in door. Maar hij heeft dus ook het moedergans syndroom. Dus met z'n allen tegelijk de deur uit en dat soort dingen. Ja, dus ik zie heel veel van mij in hem. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Heel lief voor zijn zusje. Snapt af en toe niet dat het ook pijn kan doen. Maar hij knuffelt haar dan, zeg maar. En dat is eigenlijk een soort van wurging. Dus het is heel leuk om te zien. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het is een heel zachtaardig, rustig kind. Maar hij heeft ook wel een hele slecht horende kant. dat is echt, ik moet zeggen, we hebben nooit echt, ik ben twee en ik zeg neva's met hem gehad. Hij is altijd vrij relaxed en makkelijk geweest. Maar hij is nu, kan hij soms heel slecht luisteren. Echt heel slecht luisteren. Daar heb ik nog niet de modus in gevonden om dat voor elkaar te krijgen. We hebben al verschillende dingen geprobeerd met aanspreken. Straffen is niet het goede woord, want dat doen we eigenlijk niet. Maar bijvoorbeeld hem even op een stoeltje verderop zetten, wel in dezelfde ruimte, maar wel. En dan ook zeggen van, dat hij er maar even over na moet denken. En als hij erover nagedacht, dan kan hij weer terugkomen. Dan heeft hij erover nagedacht en dan weet hij het ook niet. Maar goed, het gaat om het idee. Dat vind ik echt wel een uitdaging. Dus mocht je daar tips voor hebben, let me know. Want wij weten het af en toe gewoon niet zo goed. Dat is echt iets van de laatste 2-3 maanden of zo heeft hij dat. Dat is echt vreselijk, echt vreselijk. Het is niet dat hij hele vreselijke dingen doet hoor. Het is gewoon dat hij gewoon niet luistert. Het is gewoon, ja, als je zegt doe het niet, dan doet hij het gewoon toch. Of hij gaat gewoon toch door. Of... Wat we verder als avondritueel hebben, is hij eet altijd ongeacht hoe goed hij zijn avondeten heeft gegeten. Dat staat er totaal los van. Nog yoghurt met wat fruit en wat muesli. Dat doen we eigenlijk al heel lang. En dat is voor hem even een cool-down momentje. En dan gaan we een boekje lezen. En dan zit hij nog te eten. Omdat hij vaak 's nachts nog honger had. Dus zo is dat er eigenlijk ingekomen. Dat doen we. En dan lezen we 1 of 2 boekjes. En dan gaan we tanden poetsen met de elektrische tandenborstel. En dan gaan we pyjama aandoen. Dat doet hij tegenwoordig allemaal meestal zelf. Soms dan heeft hij er geen zin in, maar over het algemeen doet hij het zelf. En uiteraard nog even plassen. En dan gaat hij in bed liggen. Ik geef hem een kus en een knuffel. En dan zegt hij altijd, zeg ik altijd, ik hou van jou. Dan zegt hij, ik hou van jou tot aan de maan en terug. Nou, dat doe je het voor het leven. En dan gaat Sven bij hem liggen. En dan gaan ze nog even samen in een Lego boekje kijken. En dan hebben ze het over... allemaal Lego termen, nou niet Lego termen, maar Star Wars termen zo komen er dan voorbij. En dan neemt Sven even de 3 leukste dingen van zijn dag met hem door. En dat is wel heel leuk. Hij is daar natuurlijk nog niet echt geleerd in, maar hij zegt ook altijd, als Sven er niet is, dan ga ik het met hem doen. Maar dan moet ik het wel precies op dezelfde manier doen. Maar dus Niels noemt dan zijn 3 leukste dingen en Sven noemt dan zijn 3 leukste dingen. Bij Niels zit er vrijwel altijd iets met eten bij. En vaak iets over iets wat we samen hebben gedaan. En dan nog iets met een vriendinnetje of zo. Dus dat is wel heel grappig. Maar dat is een hele leuke manier om de dag af te sluiten. Wat hij volgens mij nu ook steeds doet. Maar ik ben er dus niet bij. Is volgens mij gaan ze altijd nog even uit het raam kijken. En dat hij nog even snel naar buiten kijkt. Of er geen spoken zijn, geloof ik. Ja, ik vind dat ook altijd lastig. Ik zeg altijd gewoon, ja, spoken bestaan niet. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het in zijn hoofd niet zo is. En dan gaat hij slapen. Dus dat is een beetje een update van Niels. Ik kan natuurlijk nog 6 uur doorpraten over de beste man. Het is echt... Elin is een portret, maar Niels is ook zeker een portret. Ze zijn echt
echt heel verschillend, maar ze vinden elkaar enorm komisch. Dus dat is heel leuk. Ja, mocht je nog vragen hebben, laat het me weten, want ik kan echt nog 1000 dingen vertellen. Mocht je het leuk vinden, kan ik dit soort dingen natuurlijk af en toe terug laten komen. Voor nu was het een soort extra video vanwege het ontbreken van mijn vlog. Maar ik hoop dat je het leuk vond en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heb je nog tips voor mij, laat ze ook vooral weten, want dat vind ik altijd handig. Ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doeg!